Een beetje gerustgesteld naar aanleiding van deze vergadering? Nee. Waarom nee. niet? Het niveau waarop de discussie wordt gevoerd valt me heel erg tegen. Weinig raadsleden waren echt tot op de detail op de hoogte van het dossier. Dus dossierkennis viel me tegen. En wat me verbaast is dat er argumenten en feiten genoemd worden die niet waar zijn. Dat iemand zonder blikken of blozen zegt dat er gedegen onderzoek is geweest en dat er voorwaarden zijn gesteld, zoals het schoonmaken extra bijvoorbeeld. Daaraan is voldaan. Nou, is absoluut niet waar. Bovendien kost het echt schoonspuiten, hygiëne schoonspuit van dat ding, €500 per keer. Dus als je dat elk weekend zou doen, zou dat per maand de gemeente €4000 kosten. Dat zijn allemaal dingen die wij hebben onderzocht, die mevrouw Bauer en haar dochter en met of zonder mijn hulp erbij hebben onderzocht. Het is ons helemaal aan het begin gezegd, we willen jullie helpen, we vinden het heel vervelend. Conflicterende, hoe heet het, conflicterende vergunningen zijn er uitgegeven. Het zijn twee vergunningen. Voor de Urilift en voor het terras, die in principe, dat heb ik ook uitgelegd vanavond, naast elkaar kunnen bestaan met goede spelregels, goede afspraken. En nu legt hij uit dat het lang geduurd heeft, omdat er bouwtechnisch, is helemaal niet waar. Ik was erbij, kan ik onder ede verklaren, dat mevrouw Bauer zo naïef en geloof in de gemeente, dom dus was, door de gemeente te bellen waar blijft mijn vergunning. En, want ze ging al open voor de Koninginnennacht. En toen zei die vrouw, oh, toevallig heb ik je vergunning nu in mijn hand. Hij gaat zo de deur uit. Dan hebben we het over, dus de weken voor 29 april 2008. Want daar wilden ze echt de opening. Als het goed is, heeft een aantal vergunningen aangevraagd in juni 2007. Uiteindelijk is de terrasvergunning in 2008, ik probeer even de datum te vinden, 17 september 2008 geloof ik, is de terrasvergunning afgegeven. Heeft u een verklaring waardoor die termijn zo ontzettend lang is geweest? In januari had ze al navraag gedaan. En ze dacht echt dat het een misverstand was. En ze reageerde heel luchtig. En heel veel afdelingen zeiden, we weten van niks, maar dat kan niet. Als je een terrasvergunning krijgt, dan krijgt die Urilift, komt er dan niet. En die vrouw zei, ja, maar wacht eens even, dan hebben we een probleem. Dat moet ik eerst intern uitzoeken voordat ik u terrasvergunning kan geven. Daarna hebben ze het 12 maanden getraineerd. Uiteindelijk waren er te veel mailwisselingen geweest, was de toezegging al heel hard gedaan. In de exploitatieaanvraag hebben ze alleen het woord café doorgekrast. Dat is in de hoorzitting nog ter sprake gekomen. Ik zal de naam van de ambtenaar niet noemen. Maar ik betichtte ze gewoon van niet integer gedrag. Dat je niet achteraf aanvragen kon veranderen in details. Daar schrokken ze van. Hebben ze alsnog haar exploitatievergunning gegeven. Terrasvergunning gegeven. Maar de Urilift was dus en bleef een feit. Alleen beloofden ze haar dat het nog wel opgelost zou worden. Dus nog voordat die geplaatst was, hadden ze het kunnen oplossen. De waarheid achterhalen wordt ook steeds moeilijker. Nou, dat is een probleem. Ik moet het doen met de gegevens die ik heb. En dat heb ik ook gedaan. Dat heeft het college ook gedaan. Daar baseren we ons op. En als vervolgens mensen zeggen, ja, dat is niet waar wat iemand zegt. Of die verklaring is niet waar. En ja, ik ben geen rechter en ik ben geen advocaat. En dat wil ik ook niet zijn. Dus ik doe het met wat ik heb. En het gezond verstand. Er komen steeds nieuwe argumenten en feiten bij, zoals zij zeggen, we hebben gedegen onderzoek gedaan. Dat konden ze voor april dit jaar niet zeggen. Nu zeggen ze, ja, maar nu hebben we het keurig gedaan. We hebben nu logboeken met schoonmaaklijsten. Maar die worden niet uitgevoerd. Ze zeggen ook niet, het kost €500, dat is ons te duur. En als zij, dat heeft een zelfreinigend iets. Dus dat spuit alle plas weg. Maar flessen, bakjes van patat en kots, die blijft en erin liggen en op het terras liggen. En wat ik erg vind in die 2 maanden dat die gezakt was,
is er niet meer geplast tegen de muren en achter de bakken. Als die omhoog is, wordt er evenveel geplast. Het probleem van Amersfoort is dat er niet gehandhaafd wordt. De politie handhaaft niet op wildplassen. Nou, ik denk dat uiteindelijk zowel Queens, mevrouw Bauer, en de gemeente hadden kunnen weten of hadden moeten weten dat de Urilift er zou komen. Alleen de gemeente heeft in deze, denk ik, een paar steken laten vallen. De gemeente behoort, zeg maar, de wet te kennen. En als mensen, en ondernemers of burgers bij hen aankomen en, nou, we willen dit. En de gemeente weet dat daar ontwikkelingen bij zijn, dan moet je dat als gemeente ook vertellen. Anders zou je een soort belang hebben. Nou, dat heeft de gemeente niet, dus moet je dat gewoon vertellen. En ja, dat is dus niet gebeurd. Ik denk dat afdelingen binnen dit stadhuis langs elkaar heen werken, niet moedwillig of zo, om mensen pijn te doen of om dingen juist stroef te laten lopen, maar gewoon omdat ze het niet weten. En dat is dat is een nog veel ernstige zaak, want dan overkomt het niet alleen mevrouw Bauer, de ondernemer, maar ook anderen. En dat is denk ik veel, veel, veel crucialer. Ik vind dat je in deze kwestie, heeft Alvarez het goed gezegd, er zijn te veel fouten gemaakt. Alle voordeel van de twijfel moet gegeven worden naar mevrouw. En zeker nu hij niet aantoonbaar heeft kunnen bewijzen dat mevrouw op de hoogte was van de Urilift voordat ze het pand kocht. Nou, ik denk als je het goed bekijkt, dan zijn het eigenlijk allemaal verliezers. Ja, dat klopt. Ik vind dat het aanzien van de politiek hier niet bij gebaat is. Ik vind dat de ondernemer, de publiciteit, ik vind dat eigenlijk een slechte zaak zoals het gegaan is. Het is nou helemaal zo gelopen. We hebben als college niet willen meedoen aan, zoals men noemt, de soap. We hebben één keer heb ik een verklaring afgelegd, dat was na het uitkomen van het besluit. Verder hebben wij ons niet in de publiciteit begeven. Vandaag is het debat en wordt straks vervolgd. En ik hoop dat het vandaag gesloten wordt en dat we ons kunnen concentreren op de belangrijke zaken in de stad. Wat kunt u of wat moet u met de verhalen van Welles Nietes? Nou, dat is een probleem. Ik moet het doen met de gegevens die ik heb. En dat heb ik ook gedaan. Dat heeft...